In het oude centrum van Maastricht is een modern gebouw verrezen waarin de Jan van Eyck Academie een nieuwe behuizing heeft gevonden. Architect Peut heeft met zijn ontwerp de oude buurt geen geweld aangedaan. Welkom in de vernieuwde Jan van Eyck Academie. Woensdag is de opening. We zijn nog heel druk bezig, zoals jullie zien. Alles moet nog ingericht worden. De laatste dingen moeten nog gedaan worden. Er is keihard gewerkt de afgelopen 3 maanden om dit voor elkaar te krijgen. Als je ziet, zijn we nu bezig met inrichten. Daar wordt een werk geïnstalleerd. En wij hopen dat zometeen veel mensen naar de Jan van Eyck zullen komen. Omdat een onderdeel van de nieuwe Jan van Eyck is dat we ons opengesteld hebben voor niet alleen de mensen uit de omgeving, maar eigenlijk voor de hele wereld. En dat was wel eens anders. Jarenlang was de Jan van Eyck een gesloten, op zichzelf gericht kunstinstituut, waarvan iedereen zich afvroeg wat daar nu precies gebeurde. Maar nu gaan de deuren letterlijk open. Maar dit is een van de 3 tuinen van de Jan van Eyck Academie, de bostuin. Daarachter ligt de moestuin en daarachter ligt de bloementuin. Zometeen groeien hier varens, salomonzegels, allemaal bosplanten. Wij zoeken mensen die dat willen gaan gebruiken. Dus als er kijkers zijn die interesse hebben om een perceeltje uit de moestuin te hebben, dan kunnen ze zich bij ons aanmelden. Wij zouden het heel leuk vinden, omdat wij dat zien als ook een onderdeel van de ontsluiting van de Jan van Eyck Academie. In de ets- en gravierafdeling krijgen de leerlingen les van de bekende graficus professor Huub Levigne. Zij oefenen zich hier ook in de lithotechniek, waarbij een met krijt op een gladde kalksteen aangebrachte tekening wordt ingeïnkt en vervolgens bedekt met het afdrukpapier. De Jan van Eyck is één groot laboratorium waar deelnemers uit de hele wereld bij elkaar komen. En voor een duur van maximaal 12 maanden een studio krijgen. En toegang tot fantastische verschillende laboratoria zoals waar we nu staan in de Charles Nijpels Lab. Ja. En wat gebeurt hier? Wat hier gebeurt is werken in het lab met de oudste en allernieuwste techniek die drukwerkkunst te bieden heeft. Zie je, deze letter die kun je dus eigenlijk ermee integreren. Ja, maar dan moet je dus als je dan alles op die hoogte maakt, dan kun je gewoon in één vorm doen. De Jan van Eyck is hard geraakt door de bezuinigingen in de kunstsector. Sluiting kon nog net worden afgewend, maar het aantal studenten daalde van 50 naar 35. Keetje Mans is een van de studenten die zich dit jaar aanmeldde. Om toch mijn blik weer te verscherpen en weer verder te komen in mijn onderzoek. En ook op een plek waar ik hele goede begeleiding krijg en goede gesprekken en het is gewoon een haard van heel veel soorten kunstenaars. En ik denk dat er wel een soort storm op komst is en daar wil ik wel bij zijn. Het zijn vormgevers, het zijn performance kunstenaars, er zit een muzikant tussen, we hebben ontwerpers. Alles komt bij elkaar hier bij de Van Eyck en krijgt de ruimte en gelegenheid om nieuw werk te maken en nieuwe ideeën. De Jan van Eyck Academie is heel belangrijk. Het is een plaats voor hoogwaardige nationale en internationale talentontwikkeling. Dat komt de stad en de regio zeer ten goede. Kijk, nog niet zo heel lang geleden was het zo dat veel kunstenaars uit Limburg naar Amsterdam gingen. Je weet wel, de Limburgse Amsterdammers. Nu hopen wij met de Jan van Eyck Academie dat kunstenaars in de regio blijven. Je ziet ook dat het steeds meer gebeurt. En we ontwikkelen plannen ook met de provincie samen om hier een rijke culturele infrastructuur te ontwikkelen. Behalve een goede naam, die zelfs is doorgedrongen tot over de grens, heeft de Jan van Eyck Academie nu ook een goede accommodatie gekregen.